ja, zegde jij, dat kan ik natuurlijk niet elke dag eten, ik kan dat hier ook niet elke dag krijgen. En dus ik eet wat de pot verschaft, 2 bruine boterhammen en een koffie. Me dunkt dat dat eigenlijk een stevig ontbijt is. Dan probeer jij de voormiddag door te brengen met invullen van kruiswoordraadsels, rummikub spelen, lezen. En van lezen zegt dat uw voorkeur uitgaat naar thrillers, maar ze mogen wel niet al te vreed zijn. Want dat is nog altijd uw hobby. En wat je ook heel graag doet, dat is turnen in aanwezigheid van de kinesist. En uiteraard ook, want dat weet ik van vorig jaar uit uw levensloop, dat u eigenlijk een specialist in yoga bent. Na het middagmaal, zeg jij, pik ik altijd een filmpje mee op Vitaya. Dat is ongeveer van 12:30 tot 3:00 in de namiddag. Terwijl dat u dan wat rust in uw relax. En daarna zegt u, ik ben in mijn geest, ben ik eigenlijk altijd met yoga bezig. Maar dat is ook de manier, de wijze, waarop dat ik tegen alle dingen van het leven aankijk. Dat is ook mijn benadering naar de medemens toe. Dat blijkt ook duidelijk uit de levensloop van mevrouw Van Eerdeweg. En dan daarna zeg jij, als het goed weer is, dat is niet altijd, maar we hebben sinds gisteren toch een beetje meer geluk dan de laatste dagen. Daarvoor, bij goed weer, ga ik buiten wandelen met mijn rollator en daar doe ik dan mijn ademhalingsoefeningen. En iets dat ik heel graag doe, en dat weet ik nog van vorig jaar, er zijn er zelfs foto's van, dat is dat jij heel graag danst. En dansen, zeg je, dat doe jij het liefst alleen. Eigenlijk, mevrouw Van Eerdeweg, jij zit een heel moderne persoon. Want vroeger dansten wij altijd met weer. Maar ik zie dat bij de jeugd ook, die dansen allemaal alleen. Ik heb dat eigenlijk ook nooit niet goed begrepen waarom. Maar u zegt, dansen doe ik het liefst alleen. En mijn stok is mijn beste begeleider. Ja. Dat vind ik prachtig gezegd. Hè? En u zegt ook dat u heel graag hier in Of de Beuken bent, dat u heel tevreden bent met de kamer waarop dat u verblijft. U zegt, ik voel mij hier helemaal op mijn plaats, ik ben een gelukkig oud mens hier en ik wil hier graag heel lang blijven. En wat dat jij dan ook soms zegt, en dat weet ik dat onze mensen dat heel sterk waarderen, dat jij heel regelmatig zegt, ik hou van jullie allemaal. Dat vind ik eigenlijk toch wel een heel leuk ding. Ja. En ik wil u dan ook van harte feliciteren met uw verjaardag. En ik wil u met heel veel plezier het woord doorgeven aan een notabele, een hele hoge persoon die we vandaag hier aanwezig hebben in de persoon van de burgemeester van Eker. Hartelijk gefeliciteerd. Gefeliciteerd met uw verjaardag. En volgend jaar sta ik hier terug. Ja.